Deze DVD gaat over valkuilen tijdens gesprekken. We beginnen met bagatelliseren. Bagatelliseren is problemen kleiner maken dan ze zijn. Oh, even wachten. Even koffie zetten. Zo. Oh, lekker. Echt trekken. Koffie. Ja, lekker is dat, hè? Oh, ik stond net buiten. Het weertje is heerlijk. Toch, vind je niet? Heb je al buiten gezeten vandaag? Ja, nee. Ik heb het druk met mijn kinderen. Ja? Oh, hoe ja, vervelend is dat, hè? Nou, ik was gisteren naar het strand geweest. Heerlijk weer. Gewoon echt super. Genieten in dat de maart. Echt heel lekker. Ja. En nou, we zijn hier dus, want ik moet dat vertellen. En ja, wat ik moet vertellen is dat je kind uit huis geplaatst. Ja, maar ja, kijk, hè. We kunnen daar een heel drama van gaan maken. Maar ja, er zijn ook voordelen. Zoals je kan uitslapen. Je kan langer van het weer genieten. Ik bedoel, je zit niet met het kind hier weer heen en weer moeten sleuren van weet ik veel opvang naar weet ik veel opvang. En ik heb een aantal keer met je kind gewerkt en die is echt heel vervelend. Ja, dat zeg je dus, toch niet? Nou, ik denk echt dat dit wel beter is. Ik denk dat het ook goed voor jou is. Ik denk dat het eigenlijk niet zo'n groot probleem is. Het is toch normaal, mensen? Ja, je kan er een drama van gaan maken hoor, maar ik zie dat echt niet zo. Ja, nee, ik vind dat je wel een beetje overdrijft. Moet je daar maar mee met zo'n mens? Onbeschoft. Nou, inderdaad. Ja, dat is toch hartstikke lekker. Ik bedoel, gewoon lekker relaxed, vooral in de zomer. Maar hey, ik ga weer even naar buiten. Nou, geniet van je dag, geniet van het nieuws. En ik hoor wel weer als je de afspraak wil. Fijne dag. Moet je daar nou mee? Nu de manier hoe het wel moet. Goedemiddag. Goedemiddag. Helaas moet ik hier het gesprek met u houden, want al onze kantoren zijn op dit moment bezet. Okay, ja. Maar ik kom u vertellen dat ik vervelend nieuws voor u heb. Oh, wat dan? Uw zoon wordt helaas uit huis geplaatst. Mijn zoon, wat dan? Op dit moment is uw zoon zo'n bedreiging voor zichzelf dat wij hebben besloten dat het verstandiger is dat hij uit huis geplaatst wordt. Oké. Okay. Ik snap dat dat heel vervelend nieuws is. Dus ik stel voor dat ik nou even wat te drinken voor u haal en dat wij over 10 minuten het gesprek voortzetten op mijn kantoor. Ja, dan is die, ja, dan spreken we dat af. Okay. Wat wilt u drinken? Doe maar een glaasje water. Oké. Okay. Nou, dan zie ik u zo over 10 minuten in mijn kantoor. Oké, okay, nou dank. Ja? De tweede valkuil is foutief interpreteren. Foutief interpreteren is het toekennen van een verkeerde betekenis aan iemands woorden of gedrag. Oh, ik ben zo zenuwachtig. Hallo. Hi. Nou, wat stel jij je aan, zeg? Ben je boos nu al? Hè? Ja, nee, ik vind dat helemaal niet netjes. Nee. Wij gaan gewoon een gesprek aan en dan begin jij al zo te doen, van tevoren. Je weet nog niet eens waar het over gaat. Waar we het over gaan hebben. Ja, maar en dat je zo belachelijk boos hier al bij zit, ik vind dat niet netjes. Ik ben helemaal niet boos. Nee, als het zo op deze manier moet, dan gaan we het gesprek gewoon niet in. Ja, gaan we het volgende keer doen. Maar, dag! Ik ben zenuwachtig. Nu de manier hoe het wel moet. Zenuwachtig. Hallo Peter. Hi. Hi. Ja, hi. Hi, een beetje zenuwachtig gezien. Ja, behoorlijk. Ja, dat kan ik begrijpen. Het is wel spannend om even hier te komen. Mm-hmm. De reden dat ik hier heb laten komen is, we hebben de vorige keer tijdens het functioneringsgesprek over gehad. Over het feit dat er een paar foutjes zijn geweest. Wij merken dat je die fouten nog steeds maakt. En willen je daarom helpen met een plan op te stellen, zodat we je kunnen helpen om die fouten niet meer te maken. Wat geheugensteuntjes, misschien kunnen we je daarbij helpen. Mm-hmm. Ja, heb je misschien zelf al wel punten dat je denkt van, nou, zullen jullie me daarbij kunnen helpen? Nee, ik zal het nu zo niet weten. Nee? Nee. Nou, denk er heel even over na. Dan haal ik even koffie of thee. Waar heb je zin aan? Koffie, thee, water, limonade? Doe maar koffie. Koffie? Ja, nee. Kom ik zo eventjes weer bij je. Denk er heel even over na. En je mag zenuwachtig zijn. Oké. Okay. Er is niks mis mee. Kopje koffie, zei je? Ja. Komt daar. De derde valkuil is diagnosticeren. Diagnosticeren is een mogelijke oorzaak noemen zonder te weten of dit klopt. Hey Daan. Hey. Ik ben benieuwd. Oh, al een paar dagen misselijk, alles doet zeer. Ben je zwanger? Ja hoor, zwanger. Ik voel me gewoon beroerd. Dat kan toch ook? Jij voelt je toch ook wel eens niet lekker? Nee, maar je bent zwanger. Joes, ga je uit. Ik kan het aan je zien hoor. Hoe kan je dat dan aan mij zien?
Vrouwen zien dat toch? Heb je ervaring of zo? Hoe ga je het aan je moeder vertellen dan? Nou, ik ben gewoon een paar dagen misselijk en niet lekker. Wat is er mis mee? Dan hoeft toch niet te zijn? Dat ben je ook als je zwanger bent. Van wie is het dan? Nou, ik moet het even toch moeten. Ik voel me gewoon niet lekker. Dan moet je ook aan je moeder vertellen. Nou, hoe ga je dat doen dan? Ben je wel heel, nou, je draait me wel heel erg door. Nee, je bent gewoon zwanger. Zo. Nee, ik... Jou koopt niets. Ik zie het gewoon aan je. Nou, hoe weet je dat dan? Je bent misselijk. Je bent moe. Ik ben alleen misselijk en moe. Jij bent toch ook wel eens misselijk en moe? Nee, dat is anders. Nou, de laatste keer dat ik je sprak, wanneer was dat? Vorige week. Ja. Nou, toen was je ook niet lekker, klaar. Ja, maar toen werd ik ziek. Je bent gewoon zwanger. Nee, ik kan toch ook ziek worden? Ik voel me gewoon niet lekker. Ik ben ook wat, een beetje aan het hoesten. En weet je wat we gaan doen? Ik ga kleedjes kopen. Kom. Nou, weet je. Ga jij maar lekker kleertjes kopen? Het enige wat ik zou willen is dat je... Hè, of je met me mee naar de dokter wilt dan, sowieso. Dat is goed. En dan gaan we daarna kleertjes kopen. Dat is een deal? Een deal. Maar laat mij nou even liggen. Nu de manier hoe het wel moet. Hey Daan, hoe is het? Oh man, ik ben zo misselijk, ik ben zo moe, ik slaap zo gigantisch slecht. Hoe komt dat dan? De laatste periode, wat is dat? De laatste 2-3 dagen. Ja, dan kan je best maar gewoon naar de dokter gaan. Wat vind je? Ja, dan zeg ik tegen die dokter, ik ben moe en ik ben een beetje misselijk. Ja, en dan is die dokter toch gewoon dat hij maar een ander vak moet kiezen. Ik zou gewoon naar de dokter gaan, klaar. Heel simpel. Tenminste, dat zou ik doen. Wil je dan met me mee? Ik ga wel ik met ga je niet mee. Alleen naar de dokter. Ik ga wel met je mee, wanneer? Ah, dan bel ik zo even. Dus maak maar een afspraak. Ik heb de tijd. Oké. Goed. De vierde valkuil is moraliseren. Moraliseren is eigen waarden en normen proberen op te leggen. Dit is het Jeugdjournaal met Agnes en Marije. Nou, dan gaan we nu over op het thema gezondheid. Fastfood vergroot mogelijkheid kansen op depressie. Ga weg. Kijk, hier word ik nou spontaan depressief van. Die kan toch niet. Slecht voor je gewicht en gezondheid. Nou, het is juist hartstikke lekker. Geweldig. Echt waar. Elke dag heerlijk lekker snacken. Oh. Geweldig, maar depressie. Ja, ik raak in een depressie van het hele bericht. Helemaal nou, ik snap het ook niet. Even geduld alstublieft. De nieuwe lentecollectie van Landstede Mode. Nu te bestellen via landstede.nl. Dit is het Jeugdjournaal met Marije en Agnes. Nu de manier hoe het wel moet. We gaan het nu hebben over gezondheid. We hebben een stukje over junkfood. Junkfood is niet alleen slecht voor je gewicht en voor je gezondheid, maar het vergroot ook de kans op depressies. Nou, ja, ik wist dat helemaal niet. Wist jij dat? Er zijn hier onderzoeken gedaan. En dat, ik hoor het niet van je, ik bedoel... Ja, ik schrik er eigenlijk van. Ja, zeker. Bij meer dan 500 mensen werd al depressie vastgesteld. Mm-hmm. Ja, dat zo'n grote invloed heeft dat, die fastfood. Nou, daar mag ik er zelf ook wel rekening mee houden. Ja, ja, ik denk dat we met z'n allen gewoon een stuk beter moeten gaan eten. Goh, ik schrik er gewoon van, weet je dat?